gedachte die ik moeilijk kwijtraak is dat als Rembrandt nu geleefd zou hebben, dat hij dan toneel- of filmregisseur zou zijn geworden. Hij was een meester in het laten gebeuren op een overtuigende manier van een episode uit een verhaal. In dit geval het verhaal van de oude Jacob, die de twee zoontjes van zijn zoon, Jozef, zal gaan zegenen. Hij zal de oudste het eerste zegenen. Dit is de oudste. En wat gebeurt er? Jacob gaat met zijn hand naar de jongste, Efraïm, dit is Manasse, en zegent hem. Zijn zoon Jozef probeert het nog te voorkomen door met zijn hand te sturen, maar het lukt niet. Hij wil niet. Hij duwt zelfs met die paar vingers hier hem een klein beetje weg. En zo ontstaat de situatie dat niet de oudste zoon, maar de jongste zoon de zegen krijgt. En dat wordt dan in de Bijbel verklaard dat Efraïm de stamvader zou worden van een heel groot volk. En in de tijd van Rembrandt dacht men dat dat hele grote volk het volk van de christenen was.